Tahijn, goedemiddag, wat leuk. Ik kom zo Slavenland binnen en zit hier bij een heel leuk restaurant. En wie kom ik tegen? Mijn oude idool en held. Hey, Vergeer, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, prima, uitstekend. Mooi. Wat zitten we te drinken? Een heerlijke wijn, een ijswijn. Een ijswijn? Ja. Heeft dat te maken met jouw verleden soms? Ja, waarschijnlijk heeft het wel een beetje met mijn verleden. Ja, dat zou samen kunnen. Ja. Want ik kende hij natuurlijk uit 85 jaar. Ik zat op mijn knietjes voor de buis. Ik doe het met u, maar ik wel. En, vertel, is het lekker? Hij is ontzettend lekker. Ja, ik vind hem heerlijk. En die smaak blijft lekker lang in je mond. Ja, hè? Ja. Ja, dat heb ik ook. Wordt gemaakt door een heel klein familiebedrijf in Duitsland, heb ik begrepen. Bart, het heet Bart, niet van Bart Zelfkamp. Nee. Ik vind hem erg lekker. En wat heb jij met wijn? Nou, eigenlijk wel heel veel. Ik drink graag wijn. Eigenlijk iedere dag. Ik vind het lekkerder dan bier. Okay. En, zet er minder aan, hè? Nee, maar ik weet niet. Ik vind bier wel lekker, maar met wijn omdat het heeft wel lekker de smaak. Natuurlijk is het 1 of 2 glazen per dag en dan haal ik dan op. Maar als ik uitga, dan vind ik het ook lekker om wijn te drinken. Voorkeur? Ja, ik drink eigenlijk veel Australische en Zuid-Afrikaanse wijn. Ik weet al, want het is jouw vloek in de kerk. Maar daar ben ik ooit mee in aanraking gekomen en dat vond ik eigenlijk lelijk. Ja. Ik weet dat jij gaat denken, waarom drinkt de man dan niet gewoon een mooie Europese wijn, een heerlijke Franse wijn? En waar heeft het mee te maken? Nou ja, misschien een beetje de afkeer tegen die Fransen. De arrogantie die ze hadden om te vertellen dat zij de enige waren in de wereld die wel even wist hoe je wijn moest maken. En op die manier ook zich presenteerden. En vergaten dat je open moet stellen om te kijken wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ze hebben eigenlijk de markt zelf weggegeven. Ja. Op die manier. En ik moet zeggen, als je dan kijkt naar de manier van presenteren alles wat erbij wat die nieuwe landen aan doen. Ja, dat vond ik wel positief. En daarnaast was het erg lekker. Ja, maar ze konden niet schaatsen, de Fransen. We hebben er één gehad. Dat was Hans van Nel, dat was Nederland. Leuk om je even te spreken. En, het gaat je goed. Ik heb begrepen dat je veel met marketing bezig bent. Ja. Druk leven hebt. Veel projecten. We zijn namelijk op de presentatie van een blad waar hij voorop staat met een golfstick. En die denk ik golf maar 5 keer per jaar. Maar ja, zo komen we hier terecht. Ja, absoluut. Nou, heb je nog een bepaalde levenswijze dat je meegeeft aan de mensen? Het leven is veel te mooi. En veel te kort. Maar geen mooie wijn. Kijk, ik sluit me volledig weer. Ik heb het eerder gehoord. Cheers, man.